Happy World Day. Als beroep is hij metaalbewerker. En hij heeft al gereed een paar overwinningen bij de trekpartmanager in de categorie dubbelspan. Hij heeft twee paarden voor de kaart staan. Het linkerpaard Emma van de Steenhout, Bruine Marie van 8 jaar. En de vader is Kobus van Berkendal. Het rechterpaard is Zorro van de Steenhout, een 9-jarige zwarte ruin. En evenzeer als papa Kobus van Berkendal. Ah, eerstjes, deze. Achter op de koets staat zijn dochter Tineke en zijn Peterke, Wim van Kranenbroek. Jan van Vrekken heeft het heel goed geleerd van zijn stombroer Noël. Na een aantal jaren daar te groemen hebben, heeft hij gezegd, nu is het aan mij, nu ga ik dat ook eens een keer doen. En daarmee nam hij de lijstjes over van de tweespan en heeft hij verschillende palmaressen besloten. Achter de camion. Dat op Pierre kantoor. Ik snap toch niet goed wat dat hij dan op doen moet. Dat moet. Met twee kunnen beter je bocht doen. Dan zie je dat meer aan de kant. Dan zie je dat. Is dat het gewicht? Nee. Ja. Nee, wat dat wint. Niet het springen. Nee, het is een jongen. Dat moet toch goed. Dat moet goed. Ah, na je tussen die dingen zitten. Ja, dat klopt. Ai, ai, ai. Ik weet niet ja, wat ze er doen. Jan is goed bezig, heeft nog geen balletje. En zoals je ziet gaat het hoog door de hindernis. Ja, het overal staan. Ik denk dat je goed op het jaar en dat je goed op het jaar hebt. Ik denk dat je daar nog staat.
Sono rimasto a camera. Sono rimasto a camera. Ci sono prima. Hello, bye.